Dit is de vierde lade met heel veel Catrice in. Dit is allemaal Catrice voornamelijk. Hier zitten een paar Gauche-laakjes. Dit zijn vier Rimmel-laakjes. Een rijtje Essence Color & Go. Dit zijn twee rijen Make-up Studio. En dan van achter in die schuiven zitten allemaal limited editions van Essence. En nog hier en daar een paar andere ertussendoor. Die herkennen veel mensen waarschijnlijk wel. Dat is van die Papagena-collectie. Die dopjes hadden zo'n mat laagje en om de een of andere reden is dat gaan barsten. Dus heel speciaal dus. Ik heb bijna al mijn Catrice lakjes soort van gelabeld met zo'n kleurstipje. Ik vond dat wel gemakkelijk. Dit zijn er twee die ik nog als laatste gekocht heb. De nieuwste kleuren die eraan toegevoegd zijn. Hoe heet ze? Acid DC en Genius in a Bottle. Dus dit zou een dupe zijn van Peridot van Chanel. Maar ik vind het nog wel meevallen. Ze hebben nog wel verschil hoor. Dan heb ik hier 2x holographic van Gauche. Ja. Dus ik ken die er. Ja, in het flesje zie je eigenlijk niet veel van het holografische. Wel op je nagels, dan is het echt in your face holographic. Dit is ook nog een hele mooie van Gauche. Blue Balloon zeker. Yep, Blue Balloon. Zeer pretty. En voor de rest heb ik zo'n beetje verschillende kleuren van Catrice. Hiernaast heb ik er 4 van Rimmel. Eentje van Deborah Milano. En deze rij is Essence Color & Go. Dat is wel een grappig rijtje, omdat je dat zo mooi op kleur kunt zetten. En dan heb je die topjes in de verschillende kleurtjes. Oh, the joy! Dit is ook wel een mooie van de Color & Go assortiment. En die heet Blue Addicted. Ja, ik hou wel van blauwe nagellak, dus heel toepasselijk. Deze is ook wel mooi. Het is een beetje niet gemengd. What do you think? Zo, je hebt zo'n beetje een shimmer er doorheen. Beetje koraal, shimmer. En dan hiernaast heb ik twee rijen Make-up Studio. Even scherp stellen. Het zijn veelal dezelfde kleuren. Achtig. Het is wel veel rood. Er zit ook wel een goud achtige tussen. Ah, dat is er een die ik zelf gemixt heb. Dus dat is niet echt een van dat merk, maar dat is wat. En dan even kijken. Hier achteraan heb ik onder andere twee T's holografische lakjes. Hierachter de U-Rock lakjes van Essence. En twee van die zogenaamde holografische collectie. Yeah, right. Ultimate Nudes van Catrice. En nog wat random chisel. Hier is er eentje van Babar. Die heet overigens iets met teal. Ja, teal. Maar is gewoon grijs. En nog eentje van Glitter Girl. Ik kan het bijna niet leren. Maar die is ook wel lekker mooi holografisch. Dus dat was schuif 4. Beste kijkertjes. Voilà. We waren gekomen bij de 1, 2, 3, 4, 5e schuif. En hier zit echt wel veel verschillende dingen in. Eens kijken. Hier heb ik om te beginnen nog een paar lakjes van Aiko, of hoe zeg je dat? Ejeko, Aiko, ik denk Aiko. Whatever, maakt het niet uit. Dan een paar World Inspired Colors lakjes van Herom. Dit is bijvoorbeeld, even kijken, oh, zo, Frankfurt. Ik heb trouwens nu op mijn nagels
Agent Lavender van China Glaze, moest iemand het willen weten. Dit is een heel leuk setje van H&M, Spring Nails. Deze hier aan de zijkant, die koraalkleuren vind ik heel mooi. En die hier ook. Hier nog een paar lakjes van de H&M. Focus. Ja, goed zo. Dan hier staan er nog twee van Sephora. Dit is een hele leuke. Die heb ik van Hanne gekregen in de Secret Santa van 2010. Die is er meegebracht uit Amerika. Oh yes. En die heet Yellow Bikini. And it's bright, bright yellow. Very bright. Eentje van Pete Zwei heeft de novelle van Duitsland opgestuurd. Ik heb er nog een paar van Pete Zwei, denk ik. Ja, een crackling topcoat hier. Die heeft ze ook voor mij gekocht. Verder heb ik twee lakjes van NYC. In deze lade is het echt zo lakjes waar ik er maar een paar van heb. Zo, of zoiets in die stijl. Deze heb ik eens ooit gekregen bij een eBay-bestelling van NYX lipsticks en van die toestanden. Er zat gewoon een nagellakje bij. Een hele leuke. En ik heb het opgezocht, maar de sticker die erop plakt, dat klopt van geen kanten, denk ik. Want ik denk dat die daarom gewoon gratis meegegeven wordt, omdat er niks van klopt. Dan deze heb ik zelf gemaakt. Daar heb ik zo van die holografische glitter doorgegooid. Dat was eerst gewoon een donkerkleurig blauw... donkerblauw lakje van Wet n Wild. En hier een lichterblauw. Dan... excuseer. Dan heb ik hier een paar lakjes van Sinful Colors, 1, 2, 3. Hier staat SC op en hier niet, maar tja, ik weet hoe het nu komt. Deze is, geloof ik, een soort van dupe voor, hoe heet het? Ja, een van die Katy Perry lakjes van OPA. Deze heet Hottie. Pretty. Dan heb ik een paar LA Colors lakjes. Die heeft Hanne ook meegebracht uit Amerika toen. Dat zat ook in mijn Secret Santa pakje. Zeer mooi. Dan een enkele HEMA-lakjes. Die heb ik al redelijk lang hoor. Een mooie rode. Hebben we nog... Dit is zo'n heel diep rood Bordeaux-achtige. Die van HEMA hebben ook alleen maar nummers trouwens. Boe! Ik hou van namen. Dit is ook een heel leuke. Zo'n babyblauw lakje. Hier heb ik enkele pieces, lakjes staan, ben ik niet echt zo wild van. Nou, elf, ook niet zo wild van. deze speciale heb ik gekregen van Ilja. Focus, ja. Dat is ook zo'n glitter topcoat meer. Heel speciaal flesje. Pretty. Dan, hier achteraan heb ik vijf trint nagellakken. Dan heb ik twee crackling topcoats van Golden Rose. Een M&Y lakje en een Golden Rose flaky lakje. En dan hier vanachter, deze vier, die heb ik eens gekregen van een vriendin die op vakantie was geweest in de Dominicaanse Republiek. En die lakjes komen vandaar, dus best wel speciaal eigenlijk. Leuke flesjes. En hier nog zo eentje van To Be, van... Goudlakje dat voor geen kanten dekt. Dus, dat was het een beetje. Dit is ook een hele mooie. Van Magnetics. En hier nog een holografische Magnetics. Dus, zo. Dit was de vijfde. Ja, de vijfde lade. Dit is wat er nog in de onderste schuif ligt. Dus dat was enkel een setje van Urban Decay. Daar zit een... Mooi, zes verschillende lakjes in. In deze schuif zitten mijn nagellak removers, basecoats, topcoats, vellen, watches. Mijn lemony flutter. Daar in de hoek zitten nog wat nail wheels, een lege doos van de Retro Diva set. En ja, dat is het zo'n beetje. Dat was het.
Ik hoop dat jullie het interessant vonden.